En ik heb een super goede tip voor jullie. Zo hard ook. En dan ga ik dan echt. Justin weg en ik ga nu ergens in toe waar ik soms help met schoonmaken. Dat heb ik wel vaak verteld. Op de maandagochtend word ik soms gevraagd om even te helpen schoonmaken. Nou, dat vind ik helemaal niet prima. Dus dat ga ik lekker doen en daarna ga ik lekker thuis rommelen. Dus dat is eigenlijk een nieuwe week. En dit is de week dat wij op wintersport gaan. Zo'n zin in. Oh, niet normaal. En er gaat geloof ik vandaag en morgen nog iets van 15 centimeter sneeuw vallen. Zo chill. En er is al zoveel sneeuw gevallen afgelopen week. Dus can't wait. Het maakt me voor de rest geen hol uit als we maar gaan. Er ligt sneeuw, prima. Voor de rest, ik kijk ook niet naar het weer. Ik heb geen idee. Het zit me allemaal wel goed. Ik ga toch. En dan wordt het een week vol. Voorbereiding voor vakantie, naar de stad, de laatste dingetjes halen. Het is vandaag Valentijn, dus vanavond lekker uit eten met Jus. En I like it. Ik ga me nu echt aankleden en opfrissen, want het is inmiddels een paar uur later. En ik heb nog helemaal geen flikker aan mezelf gedaan. Ik heb vlogs gekeken van Day, want ik love her. En ja, het is gewoon een heel chill weekje, dus dat kan ook allemaal. Maar toch moeten er wel dingen gebeuren, zeg maar. En ik moet zo naar de dokter. Want ik heb dus sinds een tijdje allemaal gekke plekjes hier. Ik weet niet of je het nu kan zien. Jij ziet het wel. Zie je het? Allemaal gekke stipjes. En dat heb ik eigenlijk al een hele tijd. Al is ik dacht ik van, nou, het gaat wel weg. Maar dat gaat niet, hè. Ik dacht van de zomer van, misschien komt het door een zonnebrand of... door, weet ik veel, iets anders. Een crèmetje of door de hitte. Of... maar ja, nu is het niet warm. En ik smeer ook niks op mijn buik. Dus toch even checken. Ik ben aangekleed, omgekleed, mijn haar gedaan. Zo'n ander gezicht. Het is echt een metamorfose als ik iets aan mezelf doe. Dit is wat ik aan heb. Een zwart colletje met een zwart leren jasje. En een spijkerbroekje. En ik doe hieronder mijn zwart-witte All-Stars. Dan ben ik ready om naar de dokter te gaan voor de gevlekte buik. Ik ben benieuwd wat ze ervan gaan zeggen. Waarschijnlijk krijg ik een vet zalfje of zoiets, denk ik. Maar we shall see. Ik ben onderweg naar de dokter. Nou, ik ga mij omkleden voor mijn date night. Want het is natuurlijk Valentijnsdag, dus ik ga lekker uit eten. Had ik het nou verteld? Ik was bij de dokter geweest. En het is inderdaad een soort schimmel of zo. Klinkt dat zo nasty. In ieder geval, zalfje gekregen. En daar kan ik de pens mee insmeren. Dat je het nu trouwens wel. Dat deed het helemaal nog niet. Ik ga me klaarmaken en dan komt Jus me zo meteen halen. Ik ga hem even lekker opmaken en ik zal het voor jullie even versnellen. Dat vind ik zelf altijd erg leuk om te kijken. En ik ga ondertussen zelf lekker even een YouTube-je kijken.
outfit. En ik doe mijn zwarte Dr. Martens hieronder aan. En mijn nieuwe luchtje heb ik nu net opgespoten. Deze. Gisteren van Justin gekregen, want dan kon ik hem vandaag opspuiten. Zo lekker is hij. Niet normaal. Ik hoor dat hij al beneden is, dus ik ga mijn schoen aan doen. En dan gaan we lekker uit eten. Ga onderweg naar de sportschooltjes. Personal training, laatste voor de vakantie. Nog even spierpijn kweken. En dan klaarmaken voor de vakantie. Onverwacht mega drukke dag. Want ik heb gisteren allemaal nog weer fanbranding. Hoe heet dat? Fanbranding opdrachten binnengekregen. In ieder geval, zin in deze dag. Quinty komt gezellig bij mij werken. Daar krijg ik altijd heel veel energie van. En dat vind ik altijd super, super gezellig. Dus, topdag. Zin in. En we beginnen de dag lekker met sporten. Ik ben helemaal kapot gemaakt. Maar, oh. Hij is weer niet staan. Dit was echt weer een top sportsessie. I like you very much. We hebben vandaag 3 oefeningen gedaan. We doen super rustig aan qua oefeningen en we sporten ook maximaal 3 kwartier. En dat werkt gewoon heel goed voor mijn hoofdpijn. En ik word elke week weer sterker, want elke week kunnen we er weer 10 kilo bovenop knallen. En dat is echt heel nice. Ik ben nu aan het squatten met 45 kilo. En het doel is om over 4 lessen mijn eigen lichaamsgewicht te kunnen squatten. Nice. Dus, ik ga nu snel naar huis een fucking mondkapje halen. Want ik moet naar de winkel, maar ik ben die mondkapjes vergeten. Dus ik ga even een mondkapje halen, dan snel even naar de winkel. En dan me ready maken voor als Quinty zo komt. Zo, I'm ready. Gedoucht en alles. En nu even schoentjes aan en dan ben ik klaar. En ik heb een super goede tip voor jullie. Ik heb namelijk mijn wenkbrauwen weer eens omhoog geborsteld. En normaal heb ik daar wenkbrauwgel voor, maar dat is best wel duur. En heeft vaak een beetje een witte waas. En nu zag ik van de week bij iemand op Insta. Carmen, zij is visagist van Geen Bluff en deed heel vaak mijn make-up. En zij deelde een tip. Geweldig. Red One. En dat doe je op een borsteltje. En je borstelt je wenkbrauwen omhoog. En het blijft gigantisch goed zitten. Ook geen waas. En het is een stuk goedkoper. Want je koopt 1 keer zo'n pot. En volgens mij kan je je hele leven ermee doen. En toevallig had mijn vader dit in de la staan. Dus ik dacht, ik probeer het eens even. En het werkt. En ik vind het echt heel nice. Ik moet mijn wenkbrauw nog even verven voor vakantie. Maar super chill. Oké. Ik ben dus helemaal aangekleed. Mijn kamer is netjes. Ik moet alleen even stofzuigen nog voor vakantie. Dat is altijd echt een tik bij ons thuis. Iedereen wil altijd alles netjes voordat we op vakantie gaan, zodat we in een net huis thuis komen. Een beetje autistisch wellicht. Ik ga naar beneden theetje drinken. En dan wacht ik tot Quinty er is en dan gaan we lekker aan het werk. En dit is de outfit van vandaag. Lekker blauw. Blouseje is van My Jewelry. Giletje is van Lofies. Broek is van de Bershka. Nee, Poel en Beer. En mijn Converse heb ik aan. Er is eten, dus wie zal er zijn? Ik heb de hele middag met Quinty samengewerkt. De slechte vlogger. Ik heb heel weinig gefilmd, want we waren zo goed bezig. En zoveel ideeën en heel veel belletjes met z'n tweeën met andere bedrijven. Dus super goede middag. En nu ben ik als een wiederga mijn spullen aan het pakken. Want ik ga naar de buren, want ik ga op de 2 kleine kindjes passen. We gaan even lekker een hapje geven.
Koekoek. Ze zit naar die camera te kijken. Koekoek. Koekoek. Grappig dat je dan meedoet zo. Goed zo. Lekker hè? Je vindt het wel lekker. Lekker. Hey, hey, hey. Het is vandaag woensdag. En ik heb de hele ochtend al gewerkt voor fanbranding. Dat moet natuurlijk af voor de vakantie. Tenminste, niks moet. Maar ik wil dat af voor de vakantie. En nu ga ik naar de stad. Want er zit een scheur in mijn nagel. Of in de lak. En ik ben natuurlijk echt net geweest. Dus ik wil even langs. En dat gaat ze even fixen. En ik moet sowieso de stad in, want ik heb nog de laatste spullen nodig voor vakantie. Boodschappen doen voor de vakantie, zoals... Oeh, tering. Zo hard ook. Laatste spullen halen voor de vakantie, zoals spul voor onderweg, eten, drinken voor onderweg. Noem het maar op. Dus dat ga ik lekker doen vandaag. Ik heb helemaal niet het idee dat het inderdaad bijna is. Dus, nou... Later. Boodschappen is in huis. Nu ben ik nog voor fanbranding bezig met twee reels editen voor een bedrijf. En wacht ik even op een goedkeuring. En dan ga ik dan echt mijn spullen pakken. En bij elkaar zoeken. Dus dat is voor nu de planning. Ik heb alle boodschappen gedaan voor onderweg in de auto. Dat laat ik nu gewoon even in mijn auto staan. Dat is toch allemaal spul wat koud moet. En dat is het buiten. En verder... scheermesjes gehaald en dat soort ongeheim. De hele dag achter de computer gezeten hebben met dingen fixen voor een Nivea samenwerking tot een nieuwe samenwerking. Heel leuk, maar echt super last minute allemaal. In ieder geval, dat is allemaal gefixt. Nu ga ik alles klaarleggen wat ik mee moet op vakantie. Ga ik allemaal op mijn bed leggen, want ik slaap vannacht bij Justin. Dat is vet chill, want dan kan ik morgen gewoon lekker alles in de tas doen. En nu nog even alles overzichtelijk op mijn bed leggen. Dus ik zal jullie even neerzetten. Ik zal het ook zeker versnellen, want opschieten zal ik niet. Maar dan kunnen jullie even zien hoe ontzettend geordend en lot ik dit ga doen. Nou, hierin zitten mijn gewone kleren. Twee outfitjes en mijn 100.000 mutsen. Mijn ondergoed, sokken, skisokken, etc. Hier komen Justin's spullen. Wc-verfrisser voor als we hebben gepoept. Dus Justin's normale kleren kunnen hier nog bij. Mijn vacuümzak, die moet nog even stofgezogen worden. En Justin heeft dan ook een eigen vacuümzak. Overnachtingstas. Nou, dan denk ik dat ik het toch best wel knap heb gedaan. Snowboots. Helmpie met daarin mijn skibril. En voor de rest heb ik alles ingepakt. Voor nu ga ik de vlog afsluiten. Ik zie jullie bij de volgende vlog weer. Dat is komende zondag. Daarin ga je zien dat wij naar Oostenrijk gaan rijden. En ik heb er super veel zin in. En zie jou dan weer.